Vis. Welkom bij binnen 2 minuten een snoek vangen. Yo, later hè. Dames en heren, we zijn vandaag in het snoekparadijs van Nederland. Sander die staat al naast me. We gaan vandaag vissen op snoek. We gaan er een superleuke dag van maken. Ja. En let's go! Yes, man. Nee joh, is het snoekgast? Dan denk je, wham, onder die brug vandaan. Ja, ik denk serieus niet. Waf, oké. Vis. Nee, is een snoekje. Welkom bij binnen 2 minuten een snoek vangen. Oh, ik ben ook vol in de kak gaan staan volgens mij. Ik ruik echt iets heel smerigs, maar goed. Nou, we zijn net aangekomen, random slootje. En ik zeg, nou, volgens mij zit hier wel snoek. Ik gooi aan de ene kant van de brug niks, andere kant van de brug meteen vis. Super vet. Dus ik laat hem snel zwemmen en kijk of we nog een paar kunnen scoren. En daar gaat hij. Nice. Nice, gast. Miste er één. Ik miste er net één, gast. Zo. Ja, we misten er tegelijk één. Nee, joh. Wat verdorie. Wat heb je, jongen? Wat een aanbeet. Ja, vet. Nou, de kant hier is misschien 30 centimeter diep en ik trek het aanzicht voor langs. Ik zie een golf erachteraan en die schuift er vol overheen. Fucking vet, man. Stukje nummer 2. Ja, net terwijl ik er één miste. Oei, oei, oei. Oh, hij wordt helemaal gek. En hij is los. En hij is los. Ik vind hem tellen. Woe! Lekker, man. Goed. Wat dan? Wat dan? Eet er weinig gisteren. Hoezo? 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 Ik heb je niet de gaten tegen het veld. Meneer, hij schoot gewoon los. Je staat niet te kloten. Nee hoor, Nick. Er zit maar één haakje aan, dat is alles. Dus... Nee, er zit er maar één aan. Er zit maar één haakje aan. En waarom scheur je hem uit zijn blik? Nee hoor, hij scheurde niet uit, hij schoot gewoon los. Yo, we hebben met een... Fijne dag. Yo, later hè. Fijne dag nog. Ja, ik kan snoeken echt hoor. Kijk eens een keer, gast. Fijne nieuwe leuk, man. Ja. Ja. Kun je dat niet serieus nemen, man. Vis die trasht, schiet los. Weet je wel, we hoeven hem niet eens uit het water te halen en dan zeiken. Wat een maf case, joh. Dat is alleen... Oh, vis. Oh, dit. Fucking zieke aanbeet. Er zit hier niet zoveel snoek hoor. Potverdorie. Echt 10 minuten bezig, derde vis en nog één gemist. Oh. We kwamen ze net als iemand tegen. Die gaat in één keer vanuit zijn raam schreeuwen dat wij alle snoeken verpesten en hele bek verpesten. Want hij kon echt snoeken en hij vond hoe wij ze onthaakten. Oftewel, hoe de vis gewoon losschoot. Niet goed en we waren allemaal heel slecht. Dus toen hebben we gezegd van ja, er zit maar één haak aan. Hij beweerde van niet. Nou, het is er echt maar één en hij zit daar. En die komt er gewoon hartstikke netjes uit. Kijk, hup. En de vis is natuurlijk helemaal oké. Okay. Dus we laten hem snel weer zwemmen en dan gaan we een grotere vangen. Lekker! Nou, zo snel kan het gaan. Ik sta hier aan deze kant, Sander die stond lekker op de brug een beetje gooien. En voordat je weet heb je weer een vis. Dus de derde vis al. Nou ja, eigenlijk is de tweede, maar eentje schoot los. Laten we lekker gaan. Wat heerlijk joh, aanbeten op GoPro. We hebben een super heerlijke dag, lekker zonnig en al. Prachtig. Prachtig. Vis? Nee, volgens mij is het shit. Maar ik weet niet heel zeker. Oh. Hoe vang ik een zak met een spinnerbait? Hoe doe je dat? Ja, dankjewel. Ah. Echt?
Echt? Oh, zie je hem? Vang hem. Ja, vang hem. Sneller, gast. Ai, ai, ai. Oh. Wat? Wat is dit? Je moet sneller. Oh, komt hij weer. Hij zit er weer achteraan. Wat Sam, hé. Wat een beest, joh. Hij wil hem zo graag. Nou, hij wil hem juist helemaal niet. Anders had je hem al wel. Echt? Ik zit gewoon vast. Hij is hier omheen geslagen. Hij is hier omheen geslagen. Nou zit ik echt oppervast. Wat zeg je? Ik hoor niks. Oh, dat was een aanweet, 100%. Fuck! Ja, daar ja. Echt precies daar. 100% aanweet. Echt een dikke... Ja, tandafdruk in een nieuwe trailer. Nee! Hoe vaak ga ik dit nou nog doen, hé? Nou mensen, we zijn inmiddels in een woonwijk beland. Met een soort poldersloten erin. Het is hier een meter, 1,5 meter diep maximaal. Het water is een beetje veenkleurig. Niet troebel, dat niet. Het is hartstikke zonnig. Dus onze keuze is gevallen op een spinnerbait. Dus dan wordt hij ook wel vaker gevist. Niet heel veel mensen kiezen voor een spinnerbait. Dus over het algemeen is dat vrij effectief. En dat blijkt ook nu het geval te zijn. En we gaan snel verder. Kijken of we er nog één kunnen vangen. En jullie zien ons terug. Op dit moment lopen we weer naar een andere plek. Waar we naartoe gaan weten we niet, we zijn hier nog nooit eerder geweest. Ja, we vissen gewoon zoveel mogelijk af, al hier echt tussen de bomen, allemaal dit soort plekjes. Gelijk even gebruik van maken natuurlijk. Ja, overal waar we komen maken we in principe een worpje. En zo gingen de eerste 3 snoeken heel hard, alleen nu valt het een beetje stil. Het is een kwestie van veel worpen maken, veel nieuwe plekjes proberen en dan zien we uiteindelijk wel het resultaat. Gewoon om... Ja, oh, dikke vis! Ai, ai, ai. Zo, dat is een goede vis, jongen. Sander, ja. Wat zeg je? Vismobiel 2020? Ik vind hem wel nice, ja. Goed ook voor bellyboats en zo. Ik zou ze op het dak knopen, dus het past er niet in. Prima. Ik heb een spot gevonden, mensen. Dit is echt ongelooflijk. Maar we lopen nu op water af. Juist. Ja, dat is hoe we het aanpakken. Gewoon Google Maps erbij. Dat is het allermakkelijkste wat je kunt doen. Zoek gewoon de mooie vaartjes op. Ja, en als mijn telefoon nu uitvalt, weten we niet of we in Afrika of in Nederland zijn. Ik heb geen idee. Nou, ik vind het hier best wel koud voor Afrika, man. Ja, daar heb je punt. Dan zijn we op IJsland ook goed. Ja, je zit. Nou ja, laten we lekker nog even een paar visjes gaan vangen. Hopen we natuurlijk. En ik heb honger. Ja, hij heeft honger. En als hij honger heeft, wordt hij heel vervelend. Anders mag je schoppen. Schop ik je toch op een tijd van je flik. En dan gaat hij dat ongeveer 20 keer per uur gaat hij dat vertellen. En dat is gewoon heel irritant, hè? Vaker, veel vaker. Oh, Wietse pakt even nog een vis. Nice. Lekker, man. Ja, Sander, joh, je hebt er al 2 gevangen. En ik mag het afsluiten met een knaller. Een zieke vis, man. Ja, hij is niet zo goed, maar... Ja, hij staat nog buiten beeld, dus de mensen zijn nog helemaal... Oh, in spanning. Dan is het een metervis. Ja, dat is wel leuk. Gaan we even deeltactisch landen. Nou, strijders. Daar is die. Een monster van Loch Ness. Ik zeg bada bing, bada boom. Het is er één. Heel nice, gast. Zoals Sander ook al eerder verteld heeft, we vissen vandaag met spinnerbaits. En ja, je kunt er een extra haak bij opzetten. Wij gebruiken gewoon een enkele haak en het werkt ook. Deze raak mag wel lekker zo. Wat een zwemmen, jongen. Bye bye. Doei. Sander is mijn favoriete jongen die altijd dikke vissen vangt. En de afgelopen tijd gaat supergoed. Daar wil ik jullie voor bedanken. Dankzij jullie kunnen we dit doen. En dankzij jullie blijven we dit doen. Dus in 2020 gaan we zo ongelooflijk veel vissen vangen.
Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je even. En dan zie ik jullie volgende week weer terug bij een gloednieuwe video. Absoluut. Woep woep!